In een enkele ogenblikken het woord aan de heer Alexander Bertels. Ja, jij dacht dat er echt iets gebeurde. Nee, dit is het geval. Dat is die afgelopen 20 jaar in de tijden dat het goed ging. In de tijden dat het minder ging. Toen Schouw hier zat. Hier en genoegen. Goed houden. Om jou, namens Democraten 66, de Jet de Pussy penning voor alles wat je voor Dordrecht, maar vooral voor het vrijzinnig democratisch gedachtegoed hebt gedaan. Ja, Willem. We kunnen natuurlijk feliciteren uitgebreid bij de borrel vanmiddag, heden ten dagen, maar het is nu de hoogste tijd om onszelf allen te begeven naar de historische locatie, de Statenzaal. Deze historische plek in deze zaal, de Statenzaal van het Hof in Dordrecht, werd in 1572 de eerste vrije staatsvergadering gehouden. Er zijn heel veel punten waar we wat over kunnen zeggen in lijn van ons kiezingsprogramma. Maar ik zeg u, wij hebben hartstocht nodig daar. Maandag aanstaande wordt de lijst bekend en ik geef u op een briefje. Wij komen met een ongelooflijk kwalitatief goede lijst. Daar zal Nederland naar gaan opkijken. En wordt er niet hervormd? Wordt ons verteld dat 130 rijden en ook in een kleine café, dat het daar om zou gaan? Worden de zaken beloofd niet waargemaakt worden? 3000 agenten? Ja, je hebt het mensen opgesteld gehoord. Is gewoon niet waar te maken, want als je er ondertussen op bezuinigt, dan komen die er nooit. En als je dan als thema veiligheid hebt, ben je dan waard. Geen knip voor je neus. Collega's, heel veel succes. Nu hebben wij 9 statenleden in het hele land. En daarmee 272 de Eerste Kamer. Het is aan jou en je collega's om ervoor te zorgen dat datgene wat Roger je belooft, ik heb het niet gedaan. Je weet wel, het blad van de ANWB, daar staat in toch niet een voor de hand liggende compaan zou je zeggen, maar de ANWB zegt wij willen die natuur, wij willen die recreatiegebied in Nederland verder realiseren, omdat wij daar ontzettend veel baat bij hebben. Voor D66, voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland, mij, de eerste en sinds lange tijd de enige vrouwelijke stadsomroepster van Nederland, gevraagd. Deze historische plek in Dordrecht, waar de eerste vrije statenvergadering plaatsvond, de Randstadprovincie uit. Een provincie waarin efficiënt en effectief samengewerkt wordt aan een sterke ontwikkeling van het klopt hart van Nederland.